Komend weekend uh, moet RKC naar Emmen tegen de plaatselijke FC. Ja, dat kunnen we denk ik wel omschrijven als een, uh, een pittige wedstrijd, of niet? Ja, we hebben, uh, ja het is een aardig, aardig ritje. En uh, ja, op zich, Emmen heeft nu evenveel punten als dat wij hebben. En uh, ja, ze hebben een goede ploeg. Uh, we hebben een goede, we hebben een goede week, trainingsweek gehad en uh, we gaan volle vertrouwen richting Emmen. RKC op een 11e plaats, uh, Emmen op een 12e plaats. Uh, evenveel punten, 6. Ja, dat is zo aardig als je die wedstrijd wint, hè? dan sla je een gaatje. Ja, dat zou mooi zijn. Dan uh, gaan we naar 9 punten. En dan uh, ja, laten we M ook even achter ons uh, hangen. En dan uh, kunnen we weer wat uh, omhoog kijken. Dat zou mooi zijn. Jullie tegenstander. SM, is uh, goed aan de competitie begonnen. Ja, daarna eventjes iets minder. Uh, wat voor soort wedstrijd verwacht jij? Uh, Zij hebben volgens mij wel aardig fysieke ploeg. Uh, ik verwacht, ja, wat ik van verwacht, ik denk uh, dat we allebei wel aanvallende uh, ja. Uh, tactiek hebben. Uh, ik denk dat het van allebei de kanten misschien even wat afwachten wordt. En uh, ja, daarna denk ik toch wel dat, uh, dat wij uh, de winnende ja, de goals gaan maken. Maar RKC gaat daar met aanvallende intenties heen? Ja, dat klopt. Ja, vanaf het begin gaan wij altijd al gelijk erop. En dan uh, ja, kijk je even hoe de wedstrijd gaat. Als het wat minder gaat, ja, dan kom je weer even compact bij elkaar. Dan, uh, dan zoek je het weer even op met zalen en dan, uh, ja, dan ga je er weer tegenaan. RCM vorig jaar volgens mij vierde eindigde in de Jupiter League. Is dat nog dezelfde ploeg? Nou ja, het is niet meer echt dezelfde ploeg. Er zijn altijd wel weer de spelers weggegaan en ook vooral weer nieuwe, veel nieuwe jongens bij hen ook. Ja, bij ons natuurlijk ook veel jonge jongens. En uh, ja, het is weer heel, heel anders dan vorig jaar. Je kan het helemaal niet vergelijken. Wij uh, vorig jaar hebben natuurlijk een slecht seizoen uh, door, uh, door gaan. En we uh, hebben het goed gedaan. Dus ja, maar dit jaar is we weer opnieuw kijken hoe we ervoor staan. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe, hoe we het gaan doen. Ja, je noemt het al RKC een jonge ploeg. Ja, en die prestaties van een jonge ploeg zijn meestal wisselvallig. Hè? Is dat ook zo het geval bij RKC, denk je? Nou ja, je hebt natuurlijk wedstrijden die uh, ja, verschillen van elkaar. Want uh, je ziet, uh, ja, als wij iets, iets minder partij zijn en die winnen we toch weer. En, uh, en pas hadden we dat we de betere waren en die verliezen we dan weer. Ja, dus het, is, het kan de uh, ene keer goed uitpakken, de andere keer wat minder. Uh, moet je per wedstrijd bekijken, denk ik. Ik heb laatst met jullie trainer Peter van den Berg afgesproken dat RKC geen laatste gaat worden. Gaat niet gebeuren hè? Dat gaat, uh, gaat zeker niet gebeuren. Dat, uh, van vorig seizoen gaan we achter ons laten. En, uh, het, kan, uh, ja, het gaat sowieso allemaal beter dit seizoen. Ook het uh, team wat meer vastigheid en uh, een leuke groep hebben. En uh, we hebben er allemaal zin in om onszelf te laten zien van onze goede kant. En dat uh, gaan we zeker doen. Vol vertrouwen naar Emmen? Zeker, we gaan ervoor.